Hey, daar zijn we weer. Je denkt misschien, hoezo weer? Nou, we hadden het net in de podcast over een groeimindset. En daar kwam een boek te sprake, Carol Dweck, die ons allebei echt best wel behoorlijk geïnspireerd heeft in hoe we in ons leven willen staan. En daar zitten een paar mooie lessen in, en die willen we eigenlijk graag met jullie delen, zeg ik het zo goed? Uh, zo zeg je het zeker goed. En we hebben dit totaal verder niet goed voorbereid. Dus we delen vooral de kennis die we er gewoon al over paraat hebben. Maar waarom ik het zo ontzettend waardevol vind, is omdat het mij echt uit vastzitten. en mijn potentieel niet benutten heeft getrokken. naar zien welke kracht ik heb. Hoe ik dat vol in kan zetten. En hoe ik, zeg maar, mijn beste leven kan leiden. En. Dit boek was wel echt een eye-opener daarin voor mij. En daarom vind ik het ook zo waardevol om dit te delen met mensen. Want als ze daar maar één ding uithalen waarvan zij zeggen, oh wauw, dit maakt wel een verschil voor me, dan zou ik daar al zo blij mee zijn. Ja, dat is fantastisch. Uh, misschien goed om uh, eerst even het boek gaat over een groeimindset en een fixed mindset, een vaste mindset. Kan jij het verschil uitleggen, of het een van de twee uitleggen? Ja, volgens mij had jij nog uh, gauw een mooie definitie uh, gevonden. Dus misschien kun jij die zo voorlezen. Maar wat voor mij het verschil is, is dat iemand met een groeimindset... die kijkt naar de wereld met een open blik. Die ziet de kansen en mogelijkheden om um, ja, manieren om dingen te gaan doen. Manieren om te experimenteren, om het leven aan te gaan. Om, om uitdagingen aan te gaan, om te groeien als persoon. Dat is denk ik, het heet ook niet voor niks een groeimindset. Te groeien als persoon en... Die is niet bang om daar, daar alle, alle facetten die daarbij komen, om die te omarmen. En dan heb ik het over, je krijgt tegenslagen. Hoe ga je daarmee om? Je, je gaat kritiek krijgen. Hoe ga je daarmee om? Dat zijn allemaal dingen als je die groeimindset voor elkaar hebt. En het is echt gewoon, wat dat betreft was het voor mij echt gewoon knopje om... En gaan herkennen van. Hé, hey, hier vertoon ik symptomen van een fixed mindset. En het helpt me niet. Want een fixed mindset is iemand. Of iemand. Dan zit ik het lekker persoonlijk te maken. Je kunt het dus gewoon aanpassen. Dus je bent niet iemand. Maar als je nog de houding aanneemt van. Dit is gewoon wat het is. Ja, zo werkt het nou eenmaal. Of. Ja, diegene is gewoon niet slim genoeg. Die kan dat niet. Die heeft dat talent niet. Ho, en jij hebt zo'n mooie uitspraak. Jij zegt wel uh, dan regelmatig. Uiteindelijk. Verslaat talent. Nee, uiteindelijk verslaat hard werken talent. Is dat hem? Ja. ja. Dus uiteindelijk iemand die zich echt vol inzet, die zal in het leven verder komen dan iemand die er talent voor heeft en zich niet volledig inzet. Dus die daar niet vol voor gaat en die een beetje meesurft op zijn talent en dus van nature redelijk ver komt in iets, die wordt uiteindelijk door degene die er echt hard voor werkt, Ingehaald, want die blijft groeien. Nou en een, en een fixed mindset is dus iemand die gelooft dat dingen, bijvoorbeeld je intelligentie of wat je kunt bereiken of dat je natuurlijke talent dat dat het gewoon is. Dat ja, heb jij daar nog aanvullingen ja. op, Roan? Nou ja, dan misschien meer het discussiepunt want uh, inderdaad dat je intelligentie vaststaat en als je eens kunt zeggen, ja, je hebt een IQ van 110, uh, dat is ja wat wel eens gemeten op de Cito-toets, op de basisschool, allemaal van dat soort officiële meetmomenten. Ja. Is ja, is dat wie je bent voor de rest van je leven? En dat, als je dat gelooft, dat iemand die een score had van 550 op de scooterstoets, het helemaal gaat maken in het leven, omdat hij heel slim is, en iemand die wat lager heeft, helemaal niet. Um, ja, dan, dan heb je eigenlijk een fixed mindset door er op die manier naar te kijken. En het boek gaat ook veel over ons uh, onderwijssysteem. Um, want daar leren we eigenlijk onze leerlingen, uh, waar ik ook denk ik als beginnend docent uh, mede aan verantwoordelijk was, dat het. Dat een 8 qua cijfer beter is dan een 5. Ja, en ik denk achteraf, Rohan, wat ben je van, van hufte geweest als docent. Dat je dat, je dat hebt, uh, mensen hebt kunnen meegeven. En dat je dus diegene die een 8 haalt, meer aandacht geeft, een beter gevoel daaraan geeft. Dus ook nog eens, ja, beter, beter uh, be, dat hij ook nog eens extra gaat floreren, omdat hij extra ondersteuning krijgt. En diegene van 5, en ja, zeggen ja, ja, volgende keer beter. Um, ik denk dat het daar, dat, dat ik dan als ik dat doe, op zo'n moment diegene met een vijf in een, ik ben dan verantwoordelijk dat ik diegene in een fixed mindset stop. Ja, nou, ben, nou vind ik dat je persoonlijk nooit verantwoordelijk bent voor iemand anders, maar in ieder geval draag je er niet aan bij, en zeker bij zo'n jong, beïnvloedbaar iemand, want dat is natuurlijk wel nog in die tienerleeftijd, uh, ja, dan, dan draag je er niet aan bij dat ze zich veilig gaan voelen om te groeien. Nu is het misschien wel goed als je nog even toelicht, uh, hoe dat zit met die vijf en die acht. Want iemand die alleen naar het schoolsysteem kijkt... die denkt, ja, maar dat is toch ook beter... want met die vijf haal je het niet. Dus wat je daar ja. precies bedoelt. Ja, de, ik bedoel daarmee dat... Uh, een cijfer is maar een uitkomst. Op een bepaald moment gemeten. Uh, en daar worden allerlei conclusies aan getrokken... dat bepaalt of je overgaat en dat soort zaken. Uh, eigenlijk zou ik veel beter... als ik er gewoon nu even over nadenk... een onderwijssysteem zou willen op basis van... Uh, de progressie die iemand maakt, hoe ver iemand als persoon vooruit gaat. En uh, iemand die van een 5 naar een 5,5 gaat. Ja, dat is, dat is bijvoorbeeld een enorme sprong. Maar iemand die gelooft. Diegene die die 5 heeft, dat ze zichzelf kan verbeteren, gaat uiteindelijk die 8 inhalen. Dat is eigenlijk wat je op het begin zegt. Omdat die 8 eigenlijk uh, met. met Misschien ook heel hard gewerkt heeft. En misschien ook wel een groeimindset heeft. Dus dat kan, dat kan ook heel goed zijn. Maar even nu vanuitgaan dat hij een fixed mindset heeft. Gaat hij 5 met een groeimindset die 8 in het leven inhalen. Op allerlei zaken zoals meer salaris, een gelukkiger uh, relatie. Dat, dat is allemaal, allemaal door. Eigenlijk zijn wij we wel een beetje die 5 en die 8. Daar hebben we het wel eens over gehad. Ik heb. Uh, uh... Het is een beetje lastig om te zeggen, want eigenlijk zegt een goede mindset, intelligentie staat niet vast. Maar ik ben met, denk ik, een wat hoger talent voor intelligentie geboren, om het dan maar zo te zeggen. En met intelligent bedoel ik dan, ik kan heel goed uit boekjes lezen en dat onthouden. En dat is perfect voor ons huidige schoolsysteem. Dus ik fietste en vloot daar doorheen. Um, en ik deed er helemaal niks voor. Ik wist eigenlijk niet eens hoe je wat deed. En... Ik heb met uiteindelijk het schoolsysteem netjes doorlopen. De, mijn ouders stimuleerden me heel erg om dat in het hoogst haalbare te doen. Dus ik heb gymnasium gedaan. Toen zeiden mijn eigen, ouders eigenlijk ook wel ja, universiteit, huppetee. Um, en dus ook dat masterpapiertje, dat was eigenlijk niet echt een discussiepunt. Dat ging er gewoon komen. Dat werd een soort van van me verwacht. En um, ik heb verder een hele fijne jeugd gehad hoor. Ik ben nou papa en mama. Maar dus natuurlijk, het komt altijd uit het beste hart van je ouders. En voor ja. hun was dat gewoon ja. Onderwijs is belangrijk. Doe het hoofd haalbaar dat je kan. Ik ging me ook heel makkelijk af. Behalve mijn master, grote worsteling. Echt verschrikking van mijn leven. Ik heb nooit geleerd om hard te werken. En bij die master was eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat ik eigenlijk echt er wat voor moest doen. Ik wist gewoon niet eens hoe. En ik had die fixed mindset. Ik. Ik dacht gewoon, ja, je kan dit of je kan dit niet. Ik kan dit duidelijk niet. Jij daarin tegen, Rohan. Misschien kan jij wat over jouw proces delen. Jij hebt, denk ik, veel jonger dan ik al die, die groeimindset geadopteerd. Ja, het heeft wel even geduurd, hoor. Jongens zijn wat later in de ontwikkeling dan, uh, dan vrouwen op dezelfde leeftijd. Hè. Maar ik, uh, ik heb eerst, uh, eerst HAVO gedaan en dat afgerond. En daar had ik allemaal achter. En toen uh, zei iedereen, ja je moet VWO doen. Ik had helemaal geen zin aan, mijn, mijn ouders maakten dat ook eigenlijk geen zak uit. Uh, dus in, iets, in die zin een iets minder stimulerende intellectuele prikkel. Van meer van doe maar gewoon uh, wat je leuk vindt. En uh, uh, toen kwam ik in uh, 5V en toen zag ik iedereen zo hard werken. En op die tijd was ik daar niet kwaad voor. Toen, ik, toen had ik een fixed mindset, gooide ik de kont in de krib. En dacht, ja dit gaat, mij, dit gaat mij niet gebeuren. Iedereen op VWO werkt zo hard. Ik wil dit niet. En ik ben, ik ben niet slim genoeg om uh, zonder hard te werken of zonder wat te doen het, het, het VWO te halen. Uh, dus ben ik gestopt en toen uh, HBO gedaan. Alleen toen, pa, toen ik pas naar, uh, in het tweede jaar of zo, of misschien begin derde jaar naar Wales ging om daar te studeren, uh, kwam ik met allemaal buitenlandse studenten in aanraking. En allemaal Duitsers vooral, en die werken keihard. Ik weet niet of jij dat ook in Groningen hebt ervaren, ja, die werken keihard. Ja. En, die, en ook die, zijn, die werken niet alleen keihard, maar zijn ook continu bezig met hoe presenteer ik mezelf? Hoe ontwikkel ik mezelf? Dus dat trekkende mijn interesse. Toen ging er een competitief iets in mij aan of zo van... Hé, hey, Ron, je bent nu een beetje... Je gaat nu slaapwandelen door het leven. Kijk eens hoe ver die mensen voorliggen op jou. En uh, ik weet niet wat dat dan is. Of dat dat competitief in mij is dat dan aanging. Um, later kon ik ook wel genieten toen ik na de HBO naar de universiteit ging. Als dan een docent zegt, ja, 50% gaat het vak niet halen. Nou, daar ging ik echt op aan. Dat, dan dat, wist ik zeker... Die gaat mij lukken, bedankt voor deze, voor, deze, voor deze prikkel. Ik weet niet of dat ook een groeimindset is of juist helemaal de verkeerde mindset. Uh, maar ja, toen uiteindelijk, uh, toen dacht ik, ja, ik, ik weet het kunstje nu wel. En toen heb ik uiteindelijk uh, vi vier masters op de universiteit aan vier verschillende universiteiten afgerond. Uh, terwijl ik echt totaal niet slim ben. Uh, en ik ben daar volgens mij de enige van Nederland in, heb ik laatst een keer opgezocht. Er zijn... Uh, Best wel veel, uh, boe boeit niet, grappig feitje, maar ik moet laatst een keer aan iemand iets grappigs over mezelf, uh, iets unieks over mezelf vinden, kon ik bedenken. Toen dacht ik, hé, hey, misschien is dat wat. Sommigen hebben trouwens wel 17 masters, maar dat zijn geen Nederlanders. Dat zijn permanen permanente studenten, zeg maar, die hun leven lang studeren. Um, maar op een gegeven moment ging ik geloven: ja, ik kan alles wat ik wil. Naja, toen, heb ik, toen heb ik ook recent zangles genomen in Zwolle in de Assendorp. <laughs> dat, dat, was, dat was niet zo'n goed idee. Um, ik geloof nou nog de... steeds dat je ook dat kan. Ja, ik, ik, denk, ik denk het ook. Ik wou dat meer een beetje als, als grap brengen. dat Als je mij toen had gehoord... naar die tien zanglessen, dat ja. was niet best. Maar ik geloof nee. inderdaad ook dat je zingen kan leren. En ik geloof dat al die zangers... en Volgens mij staat het ook in dat boek. Of dat is het boek Outliers, van hoe word je groot. Dat gaat over Mozart en de Beatles. De Beatles bijvoorbeeld, dat ze... Iedereen denkt, de Beatles stonden er in één keer. Maar die hebben... Zesduizend keer. Uh, dat is overdreven denk ik. Maar echt vele jaren. Elke avond in Hamburg in Duitsland. In een of ander rottentje opgetreden. Voor, een, uh, voor, voor allemaal domme mensen. En een heel klein publiek. Maar voor een daardoor... hè? Ja. Ja, En daardoor zo, dat zo geperfectioneerd. En toen pas kwam een keer. Heel veel jaar later die doorbraak. En bij Mozart is dat ook. Was, was echt totaal niet talentvol. Was totaal niet talentvol lees je dan in dat boek. Um, waren op die le leeftijd veel maar, maar omdat hij die uren maakte en daarvoor ging en geloofde dat hij het kon bereiken op vrij jonge leeftijd al nou, ging iedereen voorbij en dat is wat ik ik weet niet als ik nog, nog een voorbeeld mag noemen wat me dan te binnen schiet Federer-Nadal um, uh, dat tijdperk is nu een beetje ten einde hè? Nadal net nog uh, gewonnen geloof ik of ik weet Hoe niet heeft hij ja heeft hij gewonnen mm -hmm. en um, ik was altijd fan van Federer jij volgens mij ook of niet we hebben nog wel in China samen een keer uh, gekeken naar zo'n wedstrijd. Uh, dat ze dan nou weer klassiek tegen elkaar aankomen. Maar daar, daar gaat het verder niet om. Uh, maar de meeste mensen zijn voor Federer. Waarom? Dat is een absolute superster. Iets wat als ik zie, dit zou ik nooit kunnen. Dit is puur talent. Dit is een superster. Nadal, dan denk ik. Ik denk, ik, dit is mijn theorie hoor. Ik denk dat veel mensen daardoor Nadal minder cool vinden. Dan denken mensen, nou. Ah, potverdomme het. Dat kan ik ook wel. Gewoon keihard werken. Al die ballen terugmappen En ja, zie je die spiermassa en uh, die onvermoeibaar. Ja, maar toch dat iemand... Ja, Federer heeft natuurlijk ook een groeimindset. Maar dat Nadal is echt een extreem voorbeeld van een groeimindset. Dat hij daar zo ver mee is gekomen. En zo'n beetje ook Messi-Ronaldo, hè? Vele ja, maar jou, jouw, ding, jouw ding is... Volgens mij heb je je punt niet helemaal afgemaakt. Jou, oh. Jouw punt is dan... Dat vinden mensen dan niet zo leuk. Dat is een beetje confronterend zo, Nadal. Zo van shit, de dingen die jij had kunnen bereiken... als je bereid was om ervoor te werken... en al had geloofd in je groei en zo. Ja. Ja, dat denk ik, ja. 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 En, en ik dat vind zouden. dat je daar wel een leuke aanhaalt... want voor mij gaat het in die zin... een persoonlijke ontwikkeling niet alleen om een groeimindset. Voor mij was die groeimindset echt... een, een hele mooie opstap... om naar een nog veel dieper niveau... van persoonlijke ontwikkeling te gaan. Om te, omdat je dan de deur openzet... om te kunnen beseffen... hé... Hey, Dingen zijn een proces. Ze zijn niet vaststaand. En ik ja. geloof echt wel, wel en niet in talent. Er zijn gewoon bepaalde dingen. Als je die mij laat doen, daar word ik gewoon heel ongelukkig van. En dat is ook een factor. Weet je wel, in hoeverre kun je jezelf pushen om iets te doen waar je niet gelukkig van wordt? Hoe lang hou je dat vol? Ik geloof toch ook wel dat je dat ziet bij mensen met een burn-out. Dat hou je niet oneindig lang vol. Dingen als waar krijg je energie van? Wat voelt goed, dat is ook echt belangrijk om, om mee te nemen. Dus. Ik wil niet dat we mensen nu stimuleren om maar uh, hard, hard, hard te werken. Ik weet niet of jij het vervelend vindt om dit te delen, Roan... over je polsen. Oh ja, ja ik, het heeft mij wel uh, polsklachten opgeleverd. Waardoor ik uh, medisch door allerlei uh, molens moest en uh, niet zoveel meer op de computer moest. En mijn moeder eigenlijk, uh, ik schreef mijn scriptie uit. En mijn moeder typte hem uit, omdat ik gewoon niet, uh, ja, ik had een soort van muisarm. En, ja, uh, dus jezelf. Te hard over de klins jagen, dat bedoel jij. Ja, dat bedoel ik van. Dat kan wel echt serieuze gevolgen hebben. Dus um, ik hoop, hoopte eigenlijk daarin. kun je nog wel een, een. misschien ook een inspiratie voor jonge mensen zijn. Jij hebt toen die knop omgezet van hard werken, dat is het gewoon. En je hebt dat gelijk weer tot het extreme doorgetrokken. waar je iedere fysieke vorm. Ja. Uh, van een signaal hebt genegeerd. En iedere vorm van je lichaam die zei, maar wij vinden dit niet zo leuk. En uh, je, je moet met ons leven, wat ben je aan het doen? Ik ken zo trouwens meer studenten. En volgens mij, ja. uh, vanuit mijn tijd. En volgens mij hoor je tegenwoordig ook wel dat er veel studenten daar toch wel last van hebben. Um, ja, dat, ik vind dat ook onderdeel van persoonlijke ontwikkeling. Maar dat is dan, als je die groeimindset omarmt, dan geloof je ook dat je alles kan leren door processen aan te gaan. En als je die processen eenmaal aan kan gaan, dan durf je ook verbeteringen te maken in je leven. Dan durf je ook dingen aan te gaan die je misschien wil doen, waar je van droomt. Zoals voor mij was dat het ondernemen heel erg. Uh, ik wilde dat heel graag doen en aangaan, maar ik durfde dat niet. Want ik had nog een beetje die fixed mindset. En met die fixed mindset dan zou falen in ondernemen, zou betekenen dat ik gewoon niemand meer was als persoon. Want dan had ik gefaald. En dan. Dan was ik een falend persoon. En dat was ik dan. En die stempel zat ja. dan op mij. Dat is echt een krachtig voorbeeld van een fixed mindset. Dat dat mij dan definieert. Maar zo voelde ik dat wel. Ja, ja, ja. Ik ook. En, uh, kijk, ik, ik heb no nog heel vaak op heel veel gebieden een fixed mindset. Dus je hebt ze allebei naast elkaar. Ja. En uh, ik denk dat ik ook namens jou spreek. Ja. Uh, omdat ik jou al ja zie knikken natuurlijk. Uh, ja. Op Bepaalde gebieden ben je het wel, op bepaalde gebieden niet. En je kan het, maar iemand met een groeimindset gelooft ervoor dat hij op het gebied dat hij dat wil, kan kiezen voor een groeimindset en dat je van daaruit vooruit kan gaan. Ja, en ik, ik zie het soms zelf meer als een schaal. Zo van op sommige vlakken ben ik ooit begonnen met echt een zware, fixed mindset en inmiddels ben ik toegegroeid richting de kant van een groeimindset, maar zijn er nog steeds aspecten als ik dan op mijzelf. Reflecteer van wat doe ik daar nu eigenlijk en waarom doe ik dingen op die manier. Dan zit daar soms nog wel gedachtes in. die passen bij een fixed mindset. Die dus passen bij. ja, als mensen dan dit van mij denken, dan is alles ellende. Terwijl, als je meer durft te denken vanuit het proces en die fout durft te maken, dan durf je ook te denken. Ja, er gaat misschien wel eens wat mis. Maar dat is oké, okay, want dat hoort bij het leven en dat hoort bij het proces. En uh, dan mag je gewoon zeggen: Hey, sorry, dat ging mis. En dan ga je weer verder. En dat is oké. Okay. Ik zag dat ja. nog in het boekje staan, trouwens. Dan zei je um, dat, we, dat we soms gericht zijn op geloven in een perfecte wereld. En hm. ik denk dat ik dat heel lang ook geloofd heb. Dat ik, dat ik dan naar dingen keek en dacht: er is één perfecte uitkomst en dat is dit. En dat is misschien wel het traditionele nu van de mooie auto voor de deur. De mooie woning. Het perfecte gezinnetje. Met twee kinderen. Bij wijze van. Maar dan je eigen versie hiervan. En uh, dat moet ik hebben. Een goede baan waar iedereen respect voor heeft. En dan naar mij opkijkt en zegt van. Wauw. Die persoon heeft het echt goed voor elkaar. Ja. 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 En dat in de realiteit. Bestaat het denk ik helemaal niet zo. Nee. En is het allemaal niet zo zwart wit. Nee. En mensen met een fixed mindset, die gunnen bijvoorbeeld anderen het succes ook niet. Die gunnen anderen ook niet die Ferrari voor de deur. En uh, terwijl je eigenlijk, eigenlijk gun je het dan jezelf niet, hè? Als je het, als je het omdraait. En, uh, want dan loop ja. je ook weer tegen allerlei blokkades aan. Dat heb jij mij allemaal geleerd. Ja, ik wou net zeggen, nu ga je wel nog weer naar een volgend laagje van, uh, van mindset, wat mij betreft. Dat ik, ik werd net ook al even getriggerd omdat we hadden het in de podcast ook heel erg over reflecteren. En dat jij ook vertelde van toen ik net begon met beleggen, toen kon ik eigenlijk nog helemaal niet zo goed reflecteren. En ja, daarmee word je ook een stukje groei ontnomen. En dat zijn natuurlijk allemaal wel concepten van hoe doe je dat reflecteren. Nou ja, ik, ik zou die stappen, zou ik. Um, uit, ja, het zou, zou ik omschrijven als... Je moet durven kijken naar je eigen stappen. Dat kan je doen door bijvoorbeeld op te schrijven wat je hebt gedaan. Voor mij gaat die veel dieper. Voor mij gaat die, gaat die... Reflecteer op de gedachten die je hebt. En reflecteer op de acties die je hebt genomen. En reflecteer op de gevoelens die je bij situaties hebt. En die drie en het samenspel daartussen... Ja, die zijn leidend in hoe je je gedraagt naar de wereld. Nou, dan hebben we Einstein. Einstein zei... Uh, de definitie van een, uh, een dom iemand gek. of ja van een gek, die zocht ik, is uh, steeds hetzelfde doen en een andere uitkomst verwachten. En hoe als wij in de wereld steeds dezelfde gedachten erin stoppen, dezelfde emotie bij iets voelen, um, um, hoe kunnen we dan ooit een andere uitkomst verwachten? Dus het begint ook in onze persoonlijke ontwikkelingsreis bij zien hoe je over bepaalde dingen denkt. En ja, je eigen gedachten vangen. Dan, dan wordt die nog. gaat hij nog weer een stapje verder. Dan kom je natuurlijk een beetje in, in, in de hoek van uh, op de, de app Headspace en zo. Kunnen zien dat je gedachten niet jou zijn. En ja. dat een gedachte een gedachte is. En dat. Als ik nu zeg roze olifant, dat is het bekende voorbeeld. Dan denk je aan een roze, roze olifant. Maar je bent niet die roze olifant. En als ik je nu trigger door te zeggen. Denk aan een gestipte zebra. Dan denk je nu aan een gestipte zebra. Het is super beïnvloedbaar. En dat is zo goed om te realiseren. En je kunt dus jezelf ook beïnvloeden. Waar denk ik aan? En je kunt ook kiezen om welke gedachten je denkt. Maak ik het al te moeilijk, Roan? Want dan hou je me wel tegen, toch? Nee, ik schiet me nu een voorbeeld erbinnen om het. Uh... Ik hou van voorbeelden om dingen in mijn hoofd te, te laten werken. Um, maar wij zaten aan het begin wel eens bij elkaar in de auto. Ja, nu nog steeds wel. Maar uh, <laughs> um, als er dan iemand je afsnijdt, een van de grootste verkeersirritaties of uh, bumperklevers, uh, vaak keek ik daarna vanuit het perspectief, oh, hij zal ons wel niet gezien hebben. Of uh, waarschijnlijk heeft hij het niet zo kwaad bedoeld. En jij keek een beetje na van, uh, ja, wat een eikel. En uh, ik heb dat op heel veel andere onderwerpen. Dan kijk ik, kijk ik zo naar, uh, naar de wereld. Maar ja, dat, dat, is, dat is dan net een verschil dat je zelf bepaalt hoe je naar een situatie kijkt. Ja, want om hem dan af te maken, wat veel slimmer is om te doen, als je het in het extreme wilt trekken, maar is wel leuker voor het voorbeeld, is je kunt ook bedenken, uh, oh, zijn vrouw die. Uh, die uh, Gaat bevallen en die ligt nu in het ziekenhuis, en hij wil daar zo snel mogelijk naartoe. En ja, ik reed even in de weg en uh, maar hij moest die afslag nu hebben en hij moest ook zo snel mogelijk komen, want hij moet naar zijn vrouw toe. Zo'n verhaal erbij verzint dan verzag je ook van binnen en dan um, kijk je met medeleven naar zo iemand en dat doet ook intern wat met je. Dus voor iemand die zegt: Hey, ik was hier nog onbekend mee en ik wil dit wel proberen. De volgende keer dat je in de auto zit. En misschien een wat langere rit over de autosnelweg. Ga eens bedenken dat iemand die een actie bij jou doet. Denk er eens iets gemeens bij. Kijk hoe dat voelt. En denk, verzin daarna eens een verhaaltje over ja, iets wat medeleven opwekt. En kijk dan ook eens hoe je je dan van binnen voelt. Over de situatie. Want je, je kunt dat wel degelijk beïnvloeden. Mooie oefening. Ja. Ga ik doen. Ga ik doen. <laughs> Jij hebt dat niet nodig. Jij bent de zenheid zelf onderweg. Ja, maar ook, de, ook dat is misschien wel... Uh... Kent natuurlijk al, kijk, alles kent ook weer een keerzijde. Hè? Als je heel zen bent, dan als iemand een keer je uh, night. Uh, dan kom ik misschien niet genoeg voor mezelf op. Dus, ja. uh, maar goed, dat is uh, ook voel vo voor een uh, vervolg uh, op dit misschien. Maar even, het gaat heel erg over proces en uitkomst. Hè? En als ik nog even naar beleggen terug mag gaan. Veel mensen zijn gefocust op rendement. Uitkomst. Uh, ik denk, als je dat doet bij beleggen. Dan ga je eraan. Als dat, als dat je focus is, dan ga je eraan. Dan ga je geld verliezen. Zeker nu. Zeker nu, want is uitkomst dus de uitkomst is niet goed. Uitkomst is slecht. <laughs> ja, nou, als je op het proces focust, van uh, wie ben ik, uh, wat, ja, veel reflecteren. Uh, en jezelf lief voor jezelf zijn. Uh, je kwetsbaar durven opstellen. Want dat is, denk ik, ook een hele belangrijke in een groeimindset. Iemand met een groeimindset durft zich kwetsbaar op te stellen. Uh, ja, dan, dan ga je het goed doen. En dan, het mooie is dat die resultaten natuurlijk wel volgen. Ja, nou denk ik dat ze je kwetsbaar durven opstellen... ook weer onderdeel is van wellicht een heel ander groeiproces. Maar ik snap wel helemaal wat je bedoelt. En wat, waar ik dan aan moet denken is... jij noemde in een podcastaflevering die we net hebben opgenomen... ook over een aandeel waar je heel erg diep op gereflecteerd had. Waar je van zei, ik vond dat deels mijn fout... dat hij zo hard gedaald is en deels is het onterecht. En voor die... Uh, jij legde uit van ja voor dat stuk waar die zo flink gedaald is. heb ik echt mezelf gepijnigd. Heb ik wel echt, uh, om de les goed te leren, heel hard gereflecteerd. Dan ben ik ook hard geweest voor mezelf. Niet op, het, niet op het onterechte gemene af, maar wel van neem de verantwoordelijkheid en neem hem voor wat hij misschien wel is. Ja. Toch? Ja. Echt de stront in mijn gezicht uitsmeren. Ja. En. Uh, ik ben vergeten wat ik daarover wil zeggen. Ja, dat, weet ik, dat weet ik ook niet. Maar, uh... ja, je had het net over een voorbeeldje met, uh, met de beleggen. Ja, over proces en oh, ja. uitkomst. Ja, en daarin wat je dan doet is reflecteren op het proces. Dat is wat ik wilde zeggen. Je reflecteert ah. daar op het proces dat je hebt doorgemaakt. En ja, de, de uitkomst is een signaal. Maar je, de echte reflectie voor de, voor de leden die, da, die, die hebben die reflectie ontvangen. Want dat is, uh, was onderdeel van jouw portefeuille, die gebeurtenis. En um, dat heb je gedeeld. Dat vond ik echt heel krachtig. Misschien wel je krachtigste stuk tot nu toe. En heel dapper dat je dat zo kwetsbaar durfde te delen. Maar wat je daar doet is. ...reflecteren op het proces. En de uitkomst is puur een signaal. De uitkomst zei tegen jou: hé, hey, in ja. jouw proces is iets misgegaan, want de uitkomst is niet zoals jij wilde. En je zei niet van: nou, ik bak er helemaal niks meer van. Ik ben duidelijk een rotbelegger. Ik hang alles aan de wilgen. Dit wordt hem niet. Wordt ook niks meer in de toekomst. Uh, dit is niet voor mij. de Nee, je zei: hmm, de uitkomst laat me zien dat ik moet kijken wat er in het proces hier naartoe is gebeurd. En zo kun je natuurlijk een heleboel dingen in het leven benaderen. Heb je niet de baan die je wilde? Dan kun je daarover mopperen, in blijven hangen en zeuren. Dat is wat mij betreft echt ook een fixed mindset. Of je kunt ervoor kiezen om te gaan reflecteren op het proces en daar eerlijk naar te kijken. En te denken, oké, okay, uh, ik heb misschien nog niet alle kwalificaties die ze voor die baan wilden. Of misschien liet ik in uh, de manier waarop ik met anderen communiceerde iets zien wat nog niet wenselijk was voor het niveau van deze functie. Hoe kan ik dat gaan verbeteren? Ik huur een coach in, ik ga een training volgen, ik ga uh, een cursus doen. Dat zijn allemaal dingen, als je dat proces durft aan te gaan en je durft er naar te kijken, kun je verbeteren, kun je groeien. En dan heb je over een jaar, waarschijnlijk sneller dan je zelf denkt, want zo werkt in mijn ogen het leven ook, sneller dan je denkt, heb je waarschijnlijk alsnog de uitkomst die je wilde. Blijf je hangen in, nou wat een klootzakken, ze zagen gewoon niet wat ik waard was en uh, nou uh, klopt gewoon niks van wat ze doen. Ja. Daar schiet je niks mee op dat dat, dat dat dan het proces is. Daar ga je niet van groeien. En de kans is ook dat je die baan dan nooit binnen gaat slepen. totdat je die les durft aan te gaan. Ja. 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 Ik, vind ook, uh, voor, ik weet niet of de mensen met uh, kinderen luisteren. maar. Ik heb geen kinderen. Maar. Uh, in het tweede deel van mijn schoolcarrière. Ging, had ik dat boek dus gelezen. en ging dat proberen in de klas. en te coachen op het proces. Dus, uh, je hebt er vijf. Uh, wat, 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 he, wat heb je gedaan om te leren? En, uh, en dat kan je natuurlijk op allerlei manieren doen. Maar in het boek staat heel mooi uitgelegd hoe je dat precies doet. Dus dat is ook leuk om te lezen. Uh, maar je ziet dan... Je ziet die kids groeien. Je ziet die leerlingen groeien. En dat, ja, dat is fantastisch. En dan... Ja, dan... Ja, je, die, wat ik er ook zo mooi aan vond was... Toen ik je dan kende en je paste dat toe... Dan had je ook gewoon verhalen over leerlingen die bij jou durfden te komen. Die dan... Een onvoldoende haalde en dan met jou in gesprek durfde te gaan. En dan jou daardoor ook de mogelijkheid ontstond voor jou om te zeggen um, wat ze anders konden doen. Waardoor je ze echt kon begeleiden, waardoor je echt een docent voor ze kon zijn. En op dat stuk, daar ben ik zo trots op je. Want je hebt ze daar meer meegegeven dan een les economie. Dat is de invloed die je op dat moment dan hebt. Maar wat je ze meegeeft in het, in het leven is ook dat ze dat soort processen kunnen aangaan. En. Ik kan dan alleen maar denken van, wauw, um, de hoeveelheid aandacht die van zo'n momentje uitgaat voor zo'n leerling. En de betekenis die je kunt hebben op hun leven, omdat ze daar niet alleen een economielesje leren, maar gewoon een levensles leren. Namelijk, je bent oké, okay, ook als je een onvoldoende haalt. Um, je, kunt, je, je kunt er nog wat gewoon aan doen. Um, er zijn hulpbronnen voor je beschikbaar. Het is oké okay om hulp te vragen. Er zitten zoveel lessen in. En, nou ja. Voor jou even de wow, de credits dat je zo'n omgeving kon creëren. waarin leerlingen zich veilig genoeg voelden. Ja, om bij jou te komen. Ik denk dat als ik een onvoldoende had, dat ik mij schaamde. en dat ik dan dacht van. oh, nou vindt die docent mij stom, want ik heb weer geen reet gedaan. Uh, was soms ook zo. Zoals gezegd, ik had een fixed mindset. en mijn uh, leerproces was niet best. Maar ja, de, dat je zo'n omgeving dan ook kan creëren. Door, de, door hoe je daar zelf in staat. Dus dat is misschien nog wel een hele mooie om mee te geven. Als je daar zelf in groeit, dan ben je ook in staat om dat voor anderen te gaan bieden. Die voedingsbodem. En daardoor ja. kan zo'n zaadje zich ook verspreiden, een soort van. En, en ja. de impact die je hebt voelt misschien klein, maar kan echt gigantisch zijn. Voor iemands ja. leven. Of ook voor meerdere levens. Want als zij die les ook weer door kunnen geven, dan is het echt. Wauw. Ja. ja, dat deel mis ik wel, nu ik belegger ben. <laughs> Dat is natuurlijk het dankbaarste wat je kan doen, iemand op het goede pad zetten in het leven. Ja, nou herinner ik me ook wel, voordat we te sentimenteel worden, de... Um, ja, de keerzijdes. De, de keerzijdes van... De, ja, eigenlijk ook ons schoolsysteem, ja. Ja, ik ben, ik ben, ja, ik geloof gewoon in mindere mate in het schoolsysteem hoe we dat nu hebben ingericht. En um, ja, ik, ik zeg ook altijd aan het begin van het jaar... Um, Probeer zoveel mogelijk fouten te maken dit jaar. Ga zo vaak mogelijk op je bek. Want dan word je echt een koning. Ja, dat zitten ze maar raar aan te kijken op het begin. En al gaandeweg beginnen ze dat te snappen, dat idee daarvan. Uh, maar dat is niet hoe ons onderwijssysteem is ingericht. Elke fout wordt afgestraft. Ik wou net zeggen, dat is natuurlijk ook elke docent tegen je mag het, niet, mag het niet fout doen. Dus zeg maar, als je een braaf meisje was zoals ik, loop je met knikkende knieën naar dat bord of nog erger, je steekt je hand echt niet op. Want stel je voor dat je daarvoor dat bord staat en je gaat af. Ja. Terwijl, ja, wat was het voor mijn proces goed geweest als iemand had gezegd... ...gatverbarbera, dan doe je het alweer goed. Kun je niet gewoon even iets, iets fout doen en dat ik dan iets fout deed... ...dat iemand mij dan iets heel moeilijks gaf en ik deed het fout... ...en dat dus ze daar gingen applaudisseren. Zo van, goed zo. Je mag het ook ja. fout doen. Het hoeft niet allemaal goed te zijn. Ja. 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 Ja, en, en wel, uh, wel de waarheid natuurlijk zeggen. Niet zeggen van uh, een vijf dat dat helemaal dat dat, helemaal, uh, dat er helemaal niks aan de hand is of zo. Ik bedoel, uh, dat wordt ook nog wel eens gedaan van... oh ja, ja, is niet zo erg. Maar zodra ze van school afkijk, afkomen, dan is de wereld keihard. De echte wereld is keihard. Die zegt dan gelijk, oh, je bent een vijf. Je bent niet welkom hier. Je doet niet mee, je bent een onvoldoende. En uh, ik denk wel dat je ze in de opvoeding... Also, we hebben niet eens kinderen, we zitten hier op, over opvoeding te geven. <laughs> uh, dus dat voelt een beetje uh, misschien too much. Maar... Uh, ja, wel gewoon de waarheid vertellen. Dat iets nu nog niet goed genoeg is. om hieraan te voldoen. Ja. ja. En het dat, dat gaat om en, de formulering en, en, daarin, maar. In datzelfde herken ik wel dat. Um, het voor mij voelde dat ik als persoon. geen bestaansrecht had. Dat gaat dan heel ver, maar ik denk wel dat ik het zo ervaren heb. als ik bepaalde dingen niet afronde. Dus als ik bijvoorbeeld de universiteit niet had afgerond, dat ik dan ergens het er zo in gedrild had van dit is wat je moet doen en moet kunnen, dat ik misschien wel voelde van als me dit niet lukt ben ik een waardeloos persoon en af en toe voelde ik dat het me niet lukte, wist ik niet goed wat ik moest doen en kwam je in een negatieve spiraal, want en je voelt je waardeloos over dat je het wel of niet, dat je het niet kan en je weet niet hoe je om hulp moet vragen, ja dan zink je alleen maar dieper weg. En dat ja. heeft me soms best wel een, een hulpeloos gevoel gegeven als student. Terwijl, als ik had gevoeld van... Man, vet gaaf als je de universiteit kan afronden. Maar er zijn ook andere dingen in het leven. Je, kunt ook, uh, oh, je mag ook HBO afronden of nog lager. Of je gaat gewoon niet afronden en je gaat reizen. Of je gaat ondernemen. Of je gaat... Dat, dan, dat had lichter voor me geweest. En nou ja, ik denk dat ik ja. wel dankbaar mag zijn voor het papiertje. Maar voor mijn levensgeluk heb ik het... De manier, zeg maar, daarop heel zwaar gevonden, soms. En daar had zo'n ander perspectief had mij daar wel heel veel lucht in kunnen geven. Ja, ja. Van het is maar, niet het enige resultaat. Dat is misschien wat ik probeer te zeggen. Ja, ik snap het. Ja, het schiet me nog één ding tegen wat jouw pa een keer had gedaan vroeger bij jullie. En uh, dat jullie vroegen om patat. Altijd patat, patat, patat. En, <laughs> en toen zei hij: Oké. Okay, en dan kregen jullie een week lang elke avond patat. Mm -hmm. En toen waren jullie er weer klaar mee. En toen heb je het zelf, heeft hij het jullie het zelf laten ontdekken. In plaats van zeggen, ja patat is niet gezond. Ja. 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 Hij heeft gewoon gezegd, je wilt patat, dan krijg je het patat. Net zolang ja. tot je echt smeekt om het tegenovergestelde. En echt zegt, nee, nee, ik hoef echt geen patat meer. Echt niet. Dan natuurlijk ja. nog één keertje patat geven. Ja, ja. <laughs> Even goed erin stoppen. ja. Ja, <laughs> ja. Ja, dat ja. zijn de mooie dingen. Oké, okay. zullen we hem afronden? Ja, ik denk um, dat uh, voor, deze, voor dit onderwerp het, het wel was. En uh, ik hoop dat iemand daar echt wat aan heeft. En als je er met ons verder over wilt praten, stuur ons dan gerust ergens een uh, berichtje Instagram of uh, een mailtje. En dan uh, horen we het graag. Ja, veel beleggingssucces. Ook vooral. En, en levensplezier. Uh, ja, dat is belangrijk. Mogen we mogen niet levenssucces zeggen na deze... Eigenlijk verkeerd, Roan. Veel beleggingswijsheid. Want succes, dat hint weer op zo'n uitkomst. Is een uitkomst. Ja, je hebt helemaal gelijk. <laughs> okay. Je hebt helemaal gelijk. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. Doei, doei.